Even kijken, is mijn beeld nou wel goed? Even kijken. Ik ben nog niet eens begonnen en dan gaat het snel mis. Even kijken. Nou ja, bij mij op mijn camera staat hij wel goed, maar dan moet ik even kijken. Volgens mij sta ik nou wel goed, hè? Eventjes. Ja. Oké. Nou. Ook nog bijna op tijd. Hoe is dat? Hi. Vanavond ben ik hier met de Who To Do. Even kijken, ik ben nogal verkouden, eigenlijk gewoon half ziek, maar ik ga toch mijn best doen. Soms krijg ik wel een hoestbui, dus ik heb hier ook een glas drinken bij staan. Maar goed, ik hoop dat jullie me goed kunnen verstaan. Wat we vandaag gaan doen, ik heb een aantal voorbeeldjes gemaakt, eigenlijk wel meerdere. Deze drie voornamelijk, maar als ik ze alle drie in beeld leg, dan wordt het gewoon heel druk. Dus ik ga één voor één laten zien. Ik ga in ieder geval... laten zien hoe ik uit één vlakke zak een soort mini-albumpje cadeaukaartmapje heb gemaakt. En dit is het eigenlijk geworden. Dit is gewoon één vlakke zak. En als je hem open doet, hier heb je, kun je een label insteken. Hier heb ik een etiket opgeplakt. Hier heb ik ook weer een label ingestoken. En een etiket opgeplakt. En dit is de achterkant. Hier aan de zijkant heb ik een sneeuwpopje gehangen. En hier in het midden heb ik een cadeaukaart gestopt. Toevallig een Primera cadeaukaart. Gewonnen bij de postcode loterij. dus ja, ik start eigenlijk meteen maar gewoon hallo allemaal. Dat is ook wel gewoon aardig om te zeggen. En goed, en die zit hier eigenlijk in een soort pocket middenin. Even kijken, want nou ben ik de vlakke zakken kwijt die ik klaar had gelegd. Ik denk, ik heb gewoon een stapeltje vlakke zakken die ik kan gebruiken. Of die ik kan laten zien wanneer ik de voorbeeldjes heb gemaakt. Ik heb deze vlakke zak gebruikt voor dit voorbeeldje. Het is een kerstzak. Bloempjes, wat gouden accenten, zeg maar een hartje, een rendier. Een kerstboompje. Merry Christmas staat erop. Dus die heb ik hiervoor gebruikt. Die ga ik even aan de kant leggen. Heb ik weer een kerstzak gebruikt. En dat is deze. Die is een beetje turquoise, mintgroen. Mistletoe kisses, Hello Winter, Celebrate. Kerstboompjes, wanten. Dus dit is ook een mooie. En daar heb ik dit van gemaakt. Eigenlijk hetzelfde principe, alleen een ander etiket. Kaas doe ik hier een soort embellishment. Een sokje. Hier ook weer een etiket. Ik weet niet of het je opgevallen was, maar hier heb ik dus de korte zijde aan de voorkant gedaan. En die heb ik hier aan de binnenkant gedaan. Dat ligt er maar net aan hoe je hem vouwt. Maar daar gaan we dadelijk, komen we dadelijk op. En hier heb ik ook een houten embellishment heb ik gebruikt. Een etiket weer met een labeltje erachter. Vooral veel lint. Oh hier, oh die ben ik vergeten om te pippen. Maar goed, dan zie je gewoon hoe de zak eruit ziet. Hier een geschulpte label met mijn naam stempel erop op een etiketje. En hier heb ik geen cadeaukaart in, want ik had natuurlijk niet zoveel cadeaukaarten. Maar dit is dus geen label van 8x16, maar een stukje kaartstok. En hier kan zo de cadeaukaart in. Op deze manier. Dus. Dit is eigenlijk het principe. Zo.
Ik heb die even aan de kant leggen. En dan had ik er ook nog eentje van Sint en Piet gemaakt. En daarvoor heb ik deze zak gebruikt. Sorry, daar ga ik al. Ja, chaos inderdaad. Nel doet me al chaos. Ik ben heel braaf begonnen. Ik ben nog niet eens bezig met mijn chaos. Dat komt straks pas als we beginnen, gok ik. Deze zak heb ik ervoor gebruikt voor dit cadeaumapje. Deze is net aan. Die is net wat kleiner volgens mij als de rest. Want daar moest ik de labels wat inkorten. Oh. Even kijken. Ja, die is wel 19 lang. En die is ook 12. Maar deze was net aan. Maar goed, hier kan het dus ook mee. Daar heb ik dus ook bewezen. Deze vond ik ook wel leuk, hè, Sint-Piet. Wat wel belangrijk is als je een zak uitkiest, is dat je erop let dat het patroon niet in de lengte is. Kijk, hier zie je Sint en Piet overdwars en wel recht. En hier ook op zijn kop. Dus dat is het leukste, want anders dan zie je bijvoorbeeld de tekst op zijn kop. Dat kan ook gebeuren, maar dan is het minder erg omdat het toch allemaal door elkaar staat. Dus daar moet je wel op letten dat je geen zak pakt met een patroon in de lengte. Want dat is niet leuk. Even kijken. Goed, hier heb ik een Sinterklaasje aangehangen. Ja, dat is een gelukspoppetje. Dat is super grappig. Het etiket van Sint en Piet heb ik gemat op een stukje kaartstok. Hier heb ik een label met een... Ja, eigenlijk een zak heb ik als designpapier gebruikt. En daar heb ik een etiket op geplakt. Ben jij wel lief geweest? Zijn jullie wel lief geweest? Huh? Dat vraag ik me nou wel af. Ik volgens mij wel. Vind ik zelf. Dan de volgende etiket die ik gebruikt heb is wie zoet is krijgt. Puntje, puntje. In dit geval een cadeaukaart. Hier een etiket met een gouden mijter. En die heb ik dan op een ronde cirkel, een rode cirkel geplakt. En daarop weer een zwarte, aangezien het papier of het zakje ook rood, wit, zwart is. Hier, dag Sinterklaasje, hier ook weer een label. En hier, dit is wel grappig, hier had ik de label, had ik anders gedaan. Moet ik even mijn cadeaukaart zoeken. Want die paste niet hierin, want die was te breed. Omdat je natuurlijk met je plakrandje zit, dus dat was echt proppen. Dus daar heb ik een stuk kaartstok voor gesneden. En die heb ik met mijn labelpons heb ik die geponst. En daar heb ik op deze manier, even kijken, de cadeaukaart ingeschoven. Dus die zit dan in het achterste zakje. Zo. Je hebt toch je cadeaukaartmapje, maar toch weer net anders. Dus ook wel leuk. En dan heb ik hier wel hetzelfde principe met de label gemaakt. Alleen dan een blaadje. He, een soort verlanglijstje waar je erop kan zetten. Of een spreuk. Of een gedichtje. Wat je maar wil. Dus dat. Dus die komt dan hier in het midden. En overal heb ik veel lint gebruikt. Zie je. Dat ziet er ook wel leuk uit. Even kijken. Ik had ook nog een ander voorbeeldje gemaakt. En dat is met een grote... loonzak. Ga ik nou al in de war. Even kijken. En dan zie je dat hij flapjes heeft. Hier heb ik een jute vlindertje als sluiting gebruikt. En hier, even kijken. Er zit een label in. Ja, toevallig is het een label. Kan een kaartje zijn. En het maakt eigenlijk niet uit de foto. Die heb ik hier aan het midden vastgestrikt met een touwtje. En dit is eigenlijk hetzelfde principe. Ja, deze heb ik verder niet gepimpt, omdat ik nog niet weet wat ik daarmee ga doen. Maar deze is dus iets groter als de rest, zoals je ziet. Dus daar kun je iets meer in kwijt. Maar ik vond het ook wel grappig met die flapjes. Dus hier hetzelfde principe, pocket in het midden. Hè, daar heb ik een paar labels in gestoken. En dan hier op de voor- en achterkant is ook hetzelfde principe. Alleen die hebben een flapje. Dus meer het envelop idee, dus kun je het echt openmaken. Hier zit niks in. Dus deze had ik ook nog met een andere zak een beetje geëxperimenteerd. En dan heb ik ook nog deze heb ik ook nog even vlug gemaakt. Hier heb ik een gelukspoppetje aangehangen. Gewoon echt gewoon zo'n standaard gelukspoppetje. Met dit cadeau speciaal voor jou. Een van de nieuwste etiketten, maar wel super tof.
Hier een envelopje, gewoon voor de sier, met een jute bloemetje en twee plakparels. En een lintje. En deze heb ik dan weer anders gevouwen, zodat die zo openklapt. Dus niet als een albumpje, gewoon zo, hoep, maar naar voren en naar achter. En hier zou je dan ook weer iets in kunnen steken. Ook weer een cadeaukaart. Kan allemaal. Waarom gaat hij dan niet? Omdat ik daar. Cadeaukaart. Ja, je kunt er van alles bij bedenken. Goed. Ja, deze heb ik verder ook niet geprint. Alleen de voorkant. Maar goed, dan hebben we een idee wat je eigenlijk allemaal op één simpele manier kan met een zak. Het is alleen een kwestie van anders knippen. Want het is echt super makkelijk. Even denken. Want ik heb nog eentje. Ik heb natuurlijk ook, we hebben natuurlijk ook grotere zakken in het assortiment. Hier heb ik ook niks mee gedaan. In die zin. Maar wel even gewoon als voorbeeld om te laten zien. Kijk, deze is dan ook weer een stuk groter als die. En natuurlijk als die. Dus dan kun je het echt als mini album doen. En je kunt hier natuurlijk ook een pocket. Of een, hoe heet dat? Een extra flapje of envelopje of weet ik het wel, een harmonica in maken of doen. Zodat je echt een albumpje krijgt. Maar ik ga in ieder geval nou alleen de basis laten zien. Dus hier ook de grote pocket in het midden. Hier aan de voorkant kun je dus ook iets in doen. En aan de achterkant. En als je hem dus andersom zou vouwen, hè, wat nou natuurlijk lastig is. Maar dan zou je hem dus ook aan de binnenkant hebben, zoals ik bij de andere boekje had. Maar dit is het dus een beetje. Dit is in ieder geval de basis waar we vandaag mee aan de slag gaan. Ik had een huiswerklijstje had ik op de pagina gezet. En we gaan vandaag gaan we deze maken. Ik ga wel met een andere zak werken. Maar in ieder geval, ik ga gewoon de basis laten zien. Die gaan we een beetje pimpen. En dan gaan we er iets leuks van maken, denk ik. Even dit aan de kant leggen, want anders ligt het een beeldje. Oh, echt. Je moet hier eens om mij heen zien trouwens. Overal ligt zooi gewoon en echt aan de kant gegooid. Maar goed, gelukkig zien jullie dat niet. Eigenlijk moet ik dat nog niet vertellen. Even kijken. Wat had ik erop gezet? Wat heb je nodig? Een vlakke zak. Ik ga deze gebruiken vandaag. De vlakke zak met de luipaardprint. Want die vind ik gewoon super tof. En die is lekker neutraal. Dus daar gaan we mee aan de slag. Die heb je nodig. Dan heb je nodig een etiket. Welke dat is. Ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dit cadeau is speciaal voor jou. May all your wishes come true. Hey Wendy, ben je er ook? Wat leuk. Dan had ik er nog bij gezet. 1 meter lint. Een gelukspopje of iets. Nou, gelukspopjes heb ik hier ook. Ik heb ook de kerstman. Kijk, die is grappig, hè? Ho, ho, ho. Die vind ik leuk. En een sneeuwpopje. Ja, goed. Ik ga ze natuurlijk niet allemaal gebruiken, maar wel. Kijk. Dit is papa sneeuwpop. En kindje sneeuwpop. Dat zei mijn zoon toen hij ze zag. En hij vroeg of die ze mocht hebben. Maar nee, helaas. Heb ik hier ook nog een sokje klaargelegd. Ik ga het niet kerst maken. Maar wel gewoon hè, dat je kan zien wat ik allemaal heb gebruikt. Of wat je kan gebruiken. Strikje had ik er ook op gezet. Plakparels had ik erop gezet. Kaasdoek had ik erop gezet. Een gestanste cirkel. Of een geponste cirkel. Kan ook. 2 labels. Van 5,5 bij 11. 1 label van 8 bij 16. Ik had die van Kimia niet meer op voorraad. Dus deze. Alleen in die zalmroze kleur. Maar die vond ik hier niet bij passen. Dus ik heb er zelf eentje gefabriceerd. Maar daar gaat het ook hartstikke goed mee. En verder. Volgens mij was het dat wat ik heb op het lijstje heb gezet. En even kijken. Ga ik even aan de kant leggen. En als basis heb je nodig. Heel weinig deze keer. Een schaar. Tape. Ik heb sowieso de 3 mm tape. En ik heb ook andere tape. Maar dat is gewoon meer wat je zelf fijn vindt. Lijm. En een snijmachine.
of een snijmes. Maar dat hoeft dus niet per se. Goed, waar gaan we mee beginnen? Ik moet even kijken, want ben ik nog te zien voor jullie? Want mijn beeld blijft hangen. Oh, Nel. Heb je de zakjes niet? Nou, werkelijk waar. Ik had toch wel gedacht dat jij al zo'n beetje alles van Kim en wel op voorraad had. Volgens mij blijf ik hangen, toch? Of niet? Even kijken. Ik zie mezelf wel hier nog steeds. Maar... ik weet dus niet. Dus ik ga eventjes kijken. Oh, wacht. Oké. Okay. Nou, mijn beeld in ieder geval van mijn laptop, die doet het even niet meer. Maar ik zie jullie reacties wel binnenkomen. Dus daar gaat het om. Dus nee, het is nog niet voorbij, Lianne. Hi. Even kijken. Nee, maar ik kan ook met bruine NL, wat ik net liet zien. De ene zakje, zeg maar. Dan moet je alleen nog wat designpapier op knallen. Want dit is ook gewoon een bruine, vlakke zak. Zeg maar. En die heb ik gewoon met designpapier beplakt. Kan ook. Maar goed, even kijken. Even kijken, wat gaan we doen? We gaan de vlakke zak in de lengte door midden vouwen. Zo. Even kijken. Oké, fijn zo. En dan maak je een volume open en dan ga je hem in de lengte. Of in de breedte, dat weet ik niet. Ik weet niet wat ik net zei. Doormidden vouwen. Al gelijk. Dus dan moet je er even een beetje mee spelen. Maar goed, aangezien ik toch een frotter ben, komt dat wel goed. Even kijken. Ik zal na de live zal ik even een berichtje klaarzetten met wat linkjes naar de gelukspoppetjes en verschillende zakjes. Want er zijn echt zoveel verschillende vlakke zakken. Dus je kunt het eigenlijk met allerlei zakjes doen. Even kijken. Wat gaan we nou doen? Je pakt je schaar. En je gaat knippen. Tot de middelste lijn. Dus je knipt hem hierdoor. Tot de middelste lijn. Dan vouw je hem dubbel. En dan weer naar binnen. En dan heb je eigenlijk al je basis. Oh zo. Ik ben er helemaal in zo. Dit is eigenlijk al je basis. Dus het is gewoon echt vouwen, knippen, plakken en klaar. Dus dat maakt het leuk. Ik heb hem nou zo geknipt en zo gevouwen. Maar je kunt hem natuurlijk... ik ga het even verwarrend maken voor een ieder. Anders vouwen. Zodat de korte zijde aan de buitenkant zit. Dat maakt niet zo heel veel uit. Dat is maar net wat je leuk vindt. Wat je mooi vindt. Dus dat is de basis. Maar ik ga nou deze aan de binnenkant doen. Omdat ik hem toevallig zo gevouwen heb. Wat zei ik nou? Ja, nou ben ik het helemaal kwijt. Ik moet ook niet lachen, want dan moet ik weer hoesten. Goed. Wat ga je dan doen? Je gaat deze zijde ga je dicht plakken. Met die 3 mm tape. Even kijken. Dat doe je aan het randje. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Aan het randje. Zoveel mogelijk aan de rand. En dan leg ik deze erop. Zodat ik weet waar ik hem af moet knippen. Ik zal maar niet zeggen dat ik tijdens het voorbereiden... dat ik vreemd ging. Dat ik niet geknipt heb, maar lekker gescheurd. En dan leg ik mijn duim hierop en dan scheur ik hem. Maar dat ga ik nou niet doen, hè. Want niemand mag dat weten. Dus even goed aandrukken. Beschermlaagje eraf halen. En dicht duwen. En dan heb je eigenlijk al je pocket. Kijk. Tadaa. Oh ja, die is een beetje te ver.
Even kijken. Dat doen we ook met de andere kant. Die is ook open. Die gaan we ook dichtplakken. Dan draai ik eigenlijk altijd het geheel zoveel mogelijk tegen de rand. Hey, als ik te vlug ga of zo, hè, dan moet je het even zeggen. Want ik zie mezelf niet meer op beeld. Mijn laptop, ja, die heeft kuur of zo. Die wil niet meer. Zo. Ook dicht plakken, schermlaagje eraf. En die. Nou, dan heb je in ieder geval, hè, je twee pockets voor en achter. Wat doe je nou? Je vouwt hem zo open en dan links en rechts komt ook weer tape. Alleen, even kijken, waar is mijn popje? Je wil nou dat er een popje tussen komt. Dus, wat doe je dan? Het popje komt aan deze kant, aan de linkerkant, dus aan de zijde waar die open flapt. Even kijken. Dus, dan doe je. Even kijken. Plak je zoveel mogelijk aan de rechterkant. Plak je je tape weer. Ja, jij bent team scheursal, maar ik niet. En dat doe je ook aan de andere kant. Je plakt je tape tot de middellijn. Trouwens wel een goed idee, Wendy en Freddy, om je strijken ondertussen te doen. Dan maakt het in ieder geval een stuk leuker strijken. Sorry, ik ben aan het kletsen en niet aan het praten. Nou, je hebt je tape geplakt. Doe je hem aan de linkerkant, haal je het beschermlaagje eraf. En dan leg je je popje zo voor met het gezichtje naar je toe. En dan ongeveer tot de helft van het lintje plak je hem op. Even kijken. Zo. Plak je hem op dat strookje. En dan knip ik hem een stukje af. Zodat je wat minder een bol stukje hebt aan die kant. En dan plak ik volgens weer een stukje tape eroverheen. En dan een klein beetje aan de buitenkant. Zodat die straks ook nog wel gewoon hecht. Want je kunt niet te veel naar het midden toe gaan. Want dan past je kaart niet meer. En dat is ook zund natuurlijk. Nou, mag je er ook afhalen. Ja, dat snap ik dat je ook liever meedoet inderdaad. Ja, dat is lastig. Want je bent dan aan het verbouwen toch? Wendy. Dus ja, dat snap ik wel. Goed, haal je de beschermlaagjes er vanaf. En dan plak je hem dicht. Zo. Klaar. Ik vind mezelf best grappig, jullie ook. Zo, even goed aandrukken. Zo. Oh, wat jammer, Lianne. Oh, dus het ligt er gewoon aan jou dat ik mezelf niet meer zie op beeld. Goed, in ieder geval, hè, nou heb je de basis al. En nou is het natuurlijk ook gewoon leuk om wat te pimpen. Zoals ik al zei, hè, pak een uitgestanste cirkel hè, van 1,5 cm. Ligt er ook een beetje aan hè, wat voor etiket je hebt. Ik heb deze. Dit cadeau is speciaal voor jou. Dan ga ik er wel bij zeggen. Ik ga hem wel even distressen. Want dat vind ik mooi. Daar had ik er niet bij gezegd. Want dit is altijd optioneel bij mij. Distress inkt. En mijn distress tool. Dat maakt het lekker vintage. En aangezien ik ook een kraftzakje gebruik. Vind ik dat wel zo leuk. Die plak ik hier in ieder geval op. Ongeveer in het midden. Nou, een beetje uit het midden, maar dat geeft niks. Zo. Even kijken. Nou, kijk eens hoe mooi. Oh, nou wel fijn dat je een nieuwe vloer hebt, Wen. Ik bedoel, dat is altijd leuk.
Dan kun je het straks wel helemaal inrichten. Dat is ook leuk. Goed. Pak een stukje kaasdoek als je dat hebt. Als je daarvan houdt. He, want dit is gewoon de basis. Dit is gewoon hetgene wat je zelf aan kan kleden. Alleen ja, ik laat gewoon even zien hoe ik het gedaan heb. Of doe. Ik had hier twee stukjes even kijken wat het beste is om uit te knippen. Ik vind de kaasdoek net wat meer vintage maakt. En wat minder strak. Een knutselvriendin van mij die heeft ooit gezegd van ja goed, ik gebruik daar nooit van helemaal niks aan. Lijkt mijn projectje wel gewond. Nou ja, misschien wel. Maar vind ik niet erg. Mag. Oh, dankjewel Wendy. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk altijd gelakte nagels. En ik vind het ook leuk om daar een beetje mee te spelen. Qua kleur en qua... ik zal even laten zien. Ik moet ze eigenlijk even nieuw doen. Glitter, twee andere kleuren en dan nog meer glitter. Dus dat was even uitstapje naar de nagels. Mag ook, hè? Mag ook. Zo, in ieder geval heb ik... achterop het gestanste rondje heb ik twee stukjes tape geplakt. Dan plak ik het kaasdoek op. Even kijken. Dat trek ik een beetje uit dan. En dan plak ik er dan achter. Dan ga ik even kijken of ik het mooi genoeg vind. Want dan plak ik hem hier achter nog een klein beetje vast. Kijk, en dat geeft al een heel ander effect. Ik hou ervan. Goed, die plak je dan daarop, op de voorkant als je wil. Dat doe ik wel met lijm. Dat was laatst eigenlijk een vraag van iemand, hè, welke lijm we gebruiken. Ik gebruik eigenlijk altijd textiellijm, want die bobbelt niet. Nou, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd welke lijm jullie gebruiken. Want er zijn echt zoveel verschillende dingen op de... markt en te koop, zeg maar. Kijk, hier vind ik hem nou te hoog. En dan doe ik even met mijn schaar eronder. Frotten, letterlijk frotten. Zodat hij niet er zo hoog uitsteekt. Zo, en hier trek ik hem nog een beetje meer uit. Zo, kijk. Nou, ik had ergens nog een strikje. Die zit ik nou onder mijn hoopje. En een plakbaal. Strikje plak ik op. Het is net een iets andere roze. Hoppakee, als mijn cirkel. Maar dan komt het strikje, dat past wel gewoon heel erg leuk bij mijn lint dat ik gebruik. Ah, nee, gebruik jij tacky glue. Nou, en de plakbare had ik ook al in beeld gelegd. Deze vind ik trouwens super tof. Dus ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik zie mezelf nu natuurlijk niet meer. Dus ik hoop eigenlijk wel dat het goed is. Die zijn niet helemaal rond. Maar die hebben een soort werkje erin. Echt als een pareltje diamantje-achtig. Ja, die heb ik ooit van Sandra getipt. Om een plakparel. Op het strikje te plakken. Beetje lijm. Piep, piep, piep. En erop. Zo. Even aandrukken. Kijk. En dan vind ik eigenlijk, hè, omdat het best wel een klein oppervlak is, dat je eigenlijk gewoon al een heel aangekleed voorkantje hebt. Dus dat. Dan gaan we even naar labels, want dan kan dit eventjes drogen. Je pakt je twee labels van 5,5 bij 11. Die zitten vaak aan elkaar. Ik heb hier de eco-labels gebruikt. Die passen mooi bij het kraft. Zo. Kijk. Tada. En dan pak je een lintje. Je kunt twee dingen doen. Je kunt... ik zal even een voorbeeldje erbij pakken. Je kunt... het zo doen op deze manier. Dus een strikje erin. En een stukje afknippen, dat is ook wel leuk. Of je kunt er echt een strikje in leggen, kan ook. Het is maar net wat je zelf mooi vindt,
Hoe je het aan wil kleden, mag allemaal, kan allemaal. Ik ga in ieder geval nou eventjes een knoopje erin leggen. Pak je ongeveer een stukje lint van 1 centimeter of 8. Even kijken. En dan leg ik gewoon heel simpel een knoopje in. Een dubbele knoop weliswaar, hè, want anders dan gaat die los. Zo. En bij deze zal ik het doen met het strikje. Dat geeft weer net een ander effect. Maar is ook hartstikke leuk. Dus dan pak ik hem iets korter. Je doet hem er uiteraard doorheen. Up. Knip je hem af. Ik zal even mijn rol jutetouw pakken. Wat leuk, Juliette. Ik zal, ja, zoals ik straks al zei, ik zal straks even een berichtje klaarzetten met alle gebruikte materialen met de linkjes daarbij. Want het is zo simpel, maar zo leuk. Makkelijk klaar, vlug klaar. Ja, ik ben ondertussen aan het kletsen, dus ik vergeet af en toe nog wel eens even te vertellen wat ik aan het doen ben. Ja goed, daar zijn jullie onderhand wel van mij gewend. En nou gaat het niet zo fout als tijdens het liquid week, want die was echt dramatisch. Zo, nou, een strikje erin. Zo, kun je al strikjes maken, Nel? Gemeen, hè? Kijk. Nou, op deze manier zie je, dan heb je weer een heel ander effect als met het knoopje. Zo. Kijk, en hier kun je dus iets op schrijven. Nog een designpapiertje plakken, dat kan, hè, dat kan van alles zijn, je eigen designpapier, maar je kunt dus ook, hè, een deel van het zakje gebruiken. En in hier, dan moet je er wel echt een etiket op plakken, want hier kun je moeilijk iets op schrijven, omdat de onderkant zwart is. Oh, wat leuk, Ria. Ijsstokjes zijn ook heel leuk, inderdaad, om te gebruiken. Goed, en die labels, hè, die komen hierin. Dankjewel, Marietje. En toch zo simpel, hè? Even kijken. En die andere, die komt hier achterin. Of hè, als je hem zo gedaan hebt, dan komen ze dus aan de buitenkant eruit. Mag allemaal, kan allemaal. Goed, en dan gaan we de label voor de cadeaukaart maken. Nou, ik heb dan een hele gekke label. Ik had hem ook recht af kunnen knippen, maar ik vond die ook op zich wel grappig. Wat ga je doen? Dan ga je je snijmachine pakken. Of je, eigenlijk moet je geen snijmachine hebben. Je moet je railmachine hebben, je railpen, je railapparaat, je I don't know. En wat ga je dan doen? Je gaat vanaf de kant met het gaatje ga je rillen. Even kijken hoe ik het beste in beeld kom. Het is echt vervelend dat je jezelf niet ziet. Even kijken, ik denk dat het hier zo te zien moet zijn. Wat ga je dan doen? Je gaat rillen op 8 centimeter. Even goed kijken, omdat mijn label natuurlijk niet helemaal. Waar is mijn liniaal? Ik ben mijn liniaal kwijt. Kijk, mijn label die is natuurlijk, hè, ik vind het altijd moeilijk te zien. Dan leg ik mijn liniaal tegen de 8 aan. En dan hier gelijk met dit. En dan leg ik mijn label er tegenaan, zodat ik weet dat ik op 8 centimeter zit. Zo, die ril je. Zo. En dan ril je hem nog op 14 centimeter. Dus ik doe het open. 14. Trek je hem door. En dan ril ik hem nog op 14. Ja, railbord. Sorry, Ria. Ik maak er gewoon zelf een eigen zelfstandig naamwoord van. Goed. Dan heb je deze twee gerild en die ga je omvouwen naar binnen. Op deze manier. En ik zie dat hij niet helemaal recht is. Maar kan ook zijn dat ik hem niet recht heb gesneden. Zo. Even kijken, dan moet ik nog even mijn cadeaukaart zoeken.
En die was ik natuurlijk weer kwijt. In een of ander mapje. Zo. En die moet er dan zo in komen. Zo. Dan is hij iets te hoog, zie ik. Kijk, hij is iets te hoog, dus dan vouw ik hem gewoon. Hoe kan dat nou? Dat klopt eigenlijk niet, want ik heb hem nagemeten. Maar goed, je kunt hem dus ook gewoon zo omvouwen. Ik denk, ik zal het braaf met maten doen, zodat het klopt. Maar het klopt dus niet. Wat ik eigenlijk niet snap. Want ik heb hem net gemeten, maar goed. Dus op deze manier vouw je hem om. En, hey Marja, ben je er ook? Hi. Dus zo. Wat dan leuk is, is om een designpapiertje of zo erop te plakken. Ja, dat heb ik dus niet. Dus ik ga een zakje verknippen. Deze had ik al verknipt. Dus die ga ik dus even meer verknippen. Wat ik dan doe, is... Ik meet nooit niks. Ik doe eigenlijk altijd... ik leg het erop. En ik teken het af. Oep. Even kijken. Zo, dan zet ik hier een streepje. Ik laat altijd een randje over, want dat vind ik mooi. Zo. En dan ga ik dat snijden, zodat ik het daarna op kan plakken. Ik doe het nou wel met dit designpapier eigenlijk. Want dit zakje had ik toch al verknoeid. En ik ga er een etiket op plakken. Zo ben ik denk ik buiten beeld. Oh. Even kijken of die recht ligt. Zo. En dan hè, is het een stukje gebruiken van het papier. Anders is dat ook zonde. Even kijken. Nou, zo. Strookje designpapier in dit geval. Op deze manier. En die ga ik dan opplakken. Kun je met tape doen, kun je met lijm doen. Ik ga het nou met lijm doen. Sorry. Even een slokje drinken. Even kijken. Met lijm. Zo. Ik ga hem zo plakken. Daar zit er meer. Luipaard. Vlekken. Ongeveer in het midden. Zo, kijk. En heb je dan een heel aangekleed geheel. Wat je dan gaat doen. Je lint. Waar is mijn lint? Ja, dat is makkelijker, Ria. Daarom vind ik het ook wel ooit lastig om maten door te geven. Omdat ik het altijd anders doe, wat dat betreft. Je haalt je lintje aan de achterkant erdoor. En dan hou je hem vast bij het gaatje, zeg maar. En dan trek je hem naar beneden. En dan over je designpapier. Je kunt natuurlijk etiket plakken op je designpapier. Maar ik ga hem gewoon strikken. Ik laat de lange kant laat ik over. Die strik ik gewoon mee. Zodat ik daar nog even kan sjoemelen als ik meer lint aan de ene kant nodig heb. Het mooiste vind ik wel om je lint echt plat te houden. Zodat hij niet gedraaid zit. En dan maak ik er een strikje in. Het is wel even gefrot. Zo, kijk, tada. Zo. En dan knip ik hem pas af. Dan heb je het minste lintverlies, zeg maar. Kijk, en dan heb je dus nog een stukje lint over. Kijk, en deze kan dan... Hierin. Kijk, en dan heb je eigenlijk al een heel aangekleed cadeautje. En dan van binnen kun je eigenlijk doen en laten wat je wil. Ik had nog wel voorbeeldjes gepakt, zeg maar, wat je ook kan gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld een bindertje gebruiken. Especially for you staat erop. Er zit een ijzer draadje in. Hebben ze in verschillende kleuren. Ik had hier nog een rooi en een blauwe kon ik niet vinden. Deze is met hartjes. Is ook hartstikke leuk. Past hier natuurlijk niet bij met mijn roze. Maar was gewoon om het ideetje. Hier bijvoorbeeld zo'n bloem. Het enige nadeel is dat die zo'n stamper hebben.
Dus wat Sandra doet is, zeg maar, die knipt die eruit en die steekt een splitpen door. Ik heb er ook wel eens ooit uitgeknipt, zeg maar wel de stamper behouden, zeg maar. Maar dan plak ik hem gewoon met een stukje dubbelzijdig tape, plak ik hem vast en dan kan ik hem meteen opplakken. Want daar, ja, dat plakt niet lekker. Ik zal deze nou even gaan gebruiken, zeg maar. Kijk, die knip ik dus af. Zo, knip ik af. Ik heb hem nou niet heel ver. Ja, Nel. Jij meet alles en je versnijdt alles. Ja, dat kan ook. Even kijken. Hè. En dan kun je bijvoorbeeld voor kiezen om een label bij te steken. Ik ga hier nou gewoon een label, een bloemetje plakken. Gewoon omdat het kan. Ik zal er een etiketje bij doen. Dat is ook wel zo leuk. Deze is ook een van de nieuwere etiketten. May all your wishes come true. Wat ga ik daarmee doen? Ga ik die op de geschilde label plakken of niet? Ach nee, soms heb je van die dagen. Dat kan. En morgen is weer een nieuwe dag. Dan wordt die vast beter. Vaak kan het dan ook weer niet slechter, hè? Nou, gaan we even distressen. Zo. Even kijken of ik hem nog op die geschilpte. Nee, ik ga hem niet op die geschilpte label plakken, denk ik. Ja, dat ga ik wel doen. Nou, plak hem op de geschilpte label. Kijk, en je zag dat er hier een gaatje in zit. Maar aangezien ik het etiket erop heb geplakt, zie je dat gaatje toch niet meer. Dus daar doe ik eigenlijk niet altijd iets mee. Soms steek er een lintje door, een touwtje, net om het even goed te doen. Die ga ik hem opplakken, weer met lijm. Ja, Juliette, ik maak hier een lijstje van wat ik allemaal gebruikt heb. En die komt er straks op. Even kijken, deze zal wel even moeten drogen. Kijk, hoppakee. Zo. Ja, eigenlijk moet ik hier een 3D-kit of iets voor gebruiken of een lijmpistool. Maar ik heb geen fijn lijmpistool. Maar dan hoorde ik van de week tijdens de live van Sandra dat het lijmpistool van Sizzik echt geweldig is. Dus die staat op mijn verlanglijstje. Hier kan ik het bindertje doen. Dan is het toch een beetje aangekleed. Die knip ik hier af. Zo. Even distressen. Ja, ook hier. Ik distress eigenlijk bijna alles. Normaal doe ik ook altijd de randen van mijn zakjes en weet ik het allemaal wat. Alleen ja, daar zal ik jullie verder niet mee vervelen, want dan zitten we hier over een uur nog. Dan zul je ook niet vrolijk van worden. Kijk. En dan is het toch een beetje aangekleed. En dan ga ik weer. Oh. Volgens mij heb ik ook weer koorts. Zit ik hier speciaal gewoon voor jullie, hè? Met koorts mijn live te doen. Maar goed, vind ik ook leuk hoor. Dus ik vind dat ook helemaal niet erg. Voordat je daar een schuldgevoel krijgt. Maar dat is niet mijn bedoeling. Hard voor de zaken. Nou, die moet je ook altijd even goed aandrukken. Deze, ja, die blijft waarschijnlijk niet heel goed zitten nou. Dus deze pimp ik even zo. En dan ga ik hem heel voorzichtig omslaan. En dan ga ik even bedenken waar ik die mee kan pimpen. Ik heb hier nog een roze uitgestanste cirkel. Dus daar kan ik ook vast wel een etiketje mee vinden. Oh, Juliette, we hebben zoveel materialen. Echt. Hou je niet voor mogelijk. Ik ga deze gebruiken. Ik geniet ervan. En allemaal verschillende dingen. We gebruiken voornamelijk veel zakken. En krafpapier, dat wordt bij ons ook wel veel gegeten. Maar ook etiketten, die gebruiken we ook echt miljoen veel. Kijk, want ik heb er hier nou dadelijk al 3 in gebruikt. En dan kan ik er ook nog eentje op het lintje van het label plakken. Even kijken, die ga ik dan hierop plakken.
Hopelijk wel wat meer in het midden. Ook even de stress. Zo. Nou, die hebben we. En wat gaan we daarmee doen? Die gaan we aan die kant doen. En even kijken, dan gaan we gewoon een paar plakparels bij plakken. Zal ik nog een stukje kaas erbij doen? Ja. Dat ga ik niet doen. Dus dit is ook gewoon echt naar eigen invulling, hè. Zo, geniet ervan. Bedankt. En dan gaan we ook plakparels. Ik had er hier nog een paar. Oh, hi Jolanda. Leuk dat je er toch bent. Oh, mijn plakparel valt. Dat is niet erg. Ja, Ria gebruikt die ook veel inderdaad. Die doet ook altijd wel vaak mee. Oh. Oh nee. Freddy, lijm. Lijm. Oh nee. Ik knoei met lijm. Nee, het droogt transparant op. En jij ziet dat, I know. Maar van de afstand zie je dat niet. Nou, twee plakparels. En dan heb ik eigenlijk niks voor de rechterkant. Maar ik weet eigenlijk niet per se of dat moet. Nou ja, ik zal hier een... Deze zijn ook leuk. Ken je die? Die jutebloemetjes. Die zijn ook cool. Dit is trouwens volgens mij nog een oude verpakking. Inmiddels zijn ze volgens mij van Vase. Het is eigenlijk ook saai om die alleen maar zo op te plakken. Ik ga er een strikje bij maken nog. Zo. Kijk. Zie je, dus ik ben gewoon gaandeweg. Ben ik gewoon even aan het bedenken wat te doen. Hoe te pimpen. Want ik kan daar niet van tevoren alles vastleggen. Maar volgens mij is het ook wel duidelijk. Zo. En dan ga ik gewoon een strikje plakken. Strikje. Oké. Even vasthouden, want die moet wel drogen. Weet je wat ik nou vergeet? Ik had ook nog een andere zak gebruikt met blokbodem, zodat je nog twee pockets had. Die moet ik even zoeken. Ik denk dat het in mijn hoop zooi ligt. Yeah. Want die is ook wel echt heel leuk om uit te laten zien. Even zoeken. Och joh. Nee. Dat is wel jammer, want die was echt leuk. Dus ik laat die even drogen. Goeie smoes, hè. Want ik denk, die moet ik echt laten zien. Want dat is ook leuk, want dat heeft weer een heel ander effect. Maar waar die gebleven is... Dat is wel echt heel jammer. Oh, hier. Hij zat tussen mijn andere zakjes. Die ga ik... ga ik die er dan nog bij plakken? Die ga ik erin opplakken. Lekker kitsch. Hoppakee. Zo. Kan mooi drogen. Nou, die is ook aangekleed. Die zit nog vast. Ik druk op de achterkant. Ik moet eigenlijk altijd een naamstempel. Dan maak ik het zo dat mensen weten van wie het is. Niet dat ze dat niet weten, maar ik vind het gewoon leuk. Nou, die had ik ook een etiket op een kleiner gepost. Rondje en hoppakee, gewoon in het midden. Bam. Handmade by Kim. Haha, tada. Nou. Goed, dus dit is eigenlijk alles. Dan heb je eigenlijk een, ik weet niet hoe lang we nou bezig zijn. 3 kwartier of zo. Waarin ik ook wel veel gebeurd en gedaan heb. En dan heb je eigenlijk in een half uurtje, 3 kwartier, heb je een heel leuk cadeautje. Of een mini-album kan natuurlijk, hè. Je kunt natuurlijk ook met fotootjes werken, vooral als je een grotere zak gebruikt. En anders heb je gewoon een heel leuk cadeaumapje.
Ja. Dus dit was er. Ik ga nog wel eventjes deze laten zien. Want hier heb ik een grotere zak. Kijk, dat zie je wel. Grotere zak als 12 bij 19 gebruikt. Dit is een blokbodemzak. Moet ik wel even de maten schuldig blijven. Die kan ik op zich wel meten. Blokbodemzak van... Even kijken... 28 bij 15. 28 bij 15. Hetzelfde principe. Alleen met de blokbodem. Kijk, hier heb je ook een pocket. Hier heb je aan de zijkant pocket. En hier ook weer aan de zijkant pocket. Enige verschil is, door de blokbodem krijg je hier ook nog een pocket. Zie je? Even wat dichtbij zijn er ligt. Want dit is dan de blokbodem. En hier heb je dan ook nog een extra pocket. Dus die wilde ik eigenlijk ook laten zien. Maar die zat helemaal verstopt tussen mijn rommel hier. Dus die dit is ook nog een optie. Kijk. Maar goed, in deze vakje zou je ook extra kunnen maken met een stukje designpapier. Ja, het is leuk om een design... zakje te gebruiken, of in ieder geval hè, met print. Maar kapzak is ook leuk, moet je met designpapier gaan werken. Zoals ik hier gedaan heb. Vind ik ook heel leuk. Het effect vind ik ook heel leuk. Dat kost wel iets meer tijd. Maar dat maakt op zich niet uit. Goed. Ja, dit was in ieder geval mijn hoe to do deze avond. Ja, zoals ik las, zijn de reacties wel leuk. Nou goed, ik maak zo nog even een berichtje met alle gebruikte materialen. Mocht je vragen hebben of mocht er iets niet duidelijk zijn, dan hoor ik het graag. En anders dan zie ik graag jullie creaties tegemoet. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Fijne avond en groetjes. Doei!